Ja, daar zijn we weer met een nieuwe episode van Sky Factory. Vandaag ben ik weer alleen. Volgens mij is het bijna om en om. Want ik maak deze video bijna elke dag maak ik wel één video. Maar soms dan is die VGamingX niet er niet. Dus dan kan het niet. Maar goed, ik ga nu gewoon lekker verder met waar ik mee bezig was. Tenminste, waar ik tussen de episode door mee bezig was. En dat is kijken welke achievements we kunnen doen. En ik heb eens even een beetje rondgekeken. En blijkbaar kunnen we eentje heel erg makkelijk halen. En dat is... dit. Als we deze dragen hebben we een achievement. Ik heb geen idee of dat hier moet. Ja. Pas precies met mijn head. Ja, ik heb een head. Ik heb twee heads. Dus. Ik heb twee heads gekregen. Omdat beneden had ik nog wat creepers gevochten en stuff. Er zat al wat mobs in die span. Dus hij werkt nu wel goed. En we gaan daar nu ook naar beneden. Nadat ik dit heb gepakt. Ik heb hier een chest. Ik heb geen idee waarom hier een chest in zit. Maar... oh ja, dat weet ik wel. Ik weet wel waarom hier een chest in zit. En hier heb ik 32 barrels. Ik heb nogal last van te weinig storage room hier. Dus ik denk ik ga beneden even een vaste storage room maken. En ik denk dat het super easy en handig wordt. Dus even kijken. Ik ga hier in ieder geval de barrels plaatsen. Ik weet niet hoeveel bij hoeveel. Ik ga denk ik 8 breed doen. Dan haal ik het tot en met boven. Denk ik. Ja, denk het wel. Of niet. Of haal ik dan net... dan haal ik het niet, of wel? Ik wil namelijk een hele grote storage room hebben. Die gewoon altijd zichtbaar is. Want als je in een chest kijkt, dan heb ik lag. En dat is net zo makkelijk, want dan hoef je niet in een chest te kijken. En dan houden we er 8 over. Dus we konden eigenlijk 4 hoog doen. En dat is pittig. Heb ik dan... dan doe ik dit nog even erbij. En aan de andere kant ook nog even 1 rij. In plaats van hier de chest waar je dan je items in moet doen. Nee, dat wil ik niet. Ik wil ook nog een doorgang hebben hier. Ik ga hem zo ver doen. Dan is het maar niet helemaal. Zo. Ook hier de transfer node. Heel simpel. En dan plaats ik hier gewoon overal van deze dingen. Nee, niet daar. En dan vraag ik me af, kan ik het zo zichtlachend laten doen? Nee, niet zichtlachend. Zichtzachend. Ik moet even een stick pakken. Dammit. Dit wordt niet zo'n hele lange episode, want ik heb niet zo heel lang de tijd nu. Dus. Ik zal ook even laten zien hoeveel storage ik al heb. Tenminste, hoeveel dingen ik al heb in mijn storage. Jullie kennen deze chest. Dit is de chest met alle dingen erin. Ik heb van alle dingen die we hadden, had ik ores gemaakt. En daarna in de smeltery dingen gedaan die we hebben gemaakt de laatste episode. En daar komen allemaal thermal expansion dingen uit. Dus ik heb alles veranderd naar de thermal expansion dingen. Dat is heel simpel. Je maakt gewoon een blok van. Dan krijg je automatisch een thermal expansion blok. En hier heb ik ook nog een heleboel ores. Ik zal het even sorteren. Ziet er ook wat beter uit. Hier ook nog een paar stacks en dat. Dus het gaat hartstikke goed qua ores. Ik heb dit ding nu ook al aanstaan. Als je ziet, dit is in een half uur. Oké, daar... soms klist het er nog een beetje naast. Ik moet die item collector er nog inzetten. Maar zoals je ziet, hier zit ook alweer bijna 2 stacks aan broken iron ore. En we hebben hier ook nog eentje. Die maakt redstone. En hier hebben we ook al bijna 2 stacks aan broken iron ore. Dus het gaat hartstikke goed met de ores. En de tree farm. Ik weet niet of ik dat heb laten zien. Nee, dat heb ik niet laten zien. Ik heb hier een redstone furnace toegevoegd. Heb ik dat al laten zien? Volgens mij heb ik dat nog niet laten zien. In ieder geval, hier zit dus een redstone furnace in. En daar kookt hij dus al het hout. En daarna gaat de charcoal hier naartoe. Dus daardoor wordt het gepowered. En ik heb geen idee wat nu power draint. Wat draint nu power? Want ik bedoel, er is helemaal niks aan de hand nu wat power nodig heeft. Maar goed, we hebben hier nu 30 appels en wat leaves, zodat we wat dirt kunnen maken. Want dit gaan we doen in de volgende episode. Heb ik ook al lang klaarstaan. Dat wil ik graag even met DVGamingX die samen doen. Dus dat doen we in de volgende episode. En fijn dat het weer lag is. Ik heb geprobeerd trouwens ik heb geprobeerd Optifine te installeren, maar toen ik dat had, toen crashte mijn game de hele tijd. Gewoon van crash, bam, weg. En ik vind het jammer dat je hier die sprintknop niet hebt. Dat is zo jammer. Maar goed. Even kijken. Kun je dat zo doen? Dat je dan
Ja, dat kan. In ieder geval, dat kan. Vraag me of dit werkt. Even kijken, en dan doen we zo. En dan, goedemorgen. En dan doen we het hier daarna bovenlangs. Zo. En dan hebben we een hele mooie storage system. Nu wil ik dit eventjes deconnecten. Yep, like that. Waar is mijn stick? Waar is mijn stick? Oh. Give me stick back. Thank you. Ik heb zo vermoeden dat ik een paar sticks en dingen heb gedaan, maar goed. Daar en daar. Ik hoop dat het zo meteen nog werkt trouwens. Like that. Ik kan like that. Nou. Dat, ja. En dat. En dat. Dit gaat echt super goed. En doen we aan het eind gewoon een chest voor alle dingen die er niet zijn uitgesorteerd. Die plaats ik zo meteen wel daar. Even kijken. Zo, like that. Dan moet even deconnecten. Even kijken, zo. Like that. Kan het ook alleen naar die kant of zo? Nee, kan blijkbaar niet. Die footsie. Oeps. En die footsie. I hope it works. Zo. Nou, zo gaat het wel goed. Zo. En daar nog. Kijken. Die moet ik hebben. En dan deze. Dat. En dat. Volgens mij is het dan helemaal klaar. Ja. Gaan we eerst even testen of het ding helemaal naar het einde komt. Dat is dit. Give me some items back. Plaatsen we hier even een chest. Oké, deze 9 dingen zouden, als het goed is. Ja. Ze gaan naar de eerste slot. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik ga even eens mijn materialen pakken en dan doe ik ze even hierin. En dan zie je dus hoe het is als het helemaal klaar is met alle materialen erin. Dus dat wordt nog een heel karweitje. Tot zometeen. Ja, daar ben ik weer. Ik heb helemaal mooi ingeladen hier. Kijk eens aan, zo goed als alles wat ik erin wou hebben zit erin. Even, oeps, dat was niet degene wat ik wou gaan doen. Pickaxe, please. Thank you. Ik wil dat ding ervan af. Zo, en dan doe ik. Er zitten 5 stacks in en dan doe ik zo. Oké. Okay. Want wat ik eigenlijk wil maken is. Het ziet er misschien een beetje stom uit wat ik nu aan het doen ben, maar ik pak nu een diamond. Ik pak hem nog niet in de crafting station. Ik doe eerst even dit. Dus dat is. Zo. En zo. En diamond. Ik zou even kijken wat ik wou gaan doen. Ik zei. Cover. Ik wil zo'n ding maken. Dat is van Forge Micro Blocks. En ik heb geen idee. Maar volgens mij moet je dat met deze doen. Al heb ik geen idee. Want er staat geen crafting recipe. Ik klik er nu op. Maar ik krijg geen crafting recipe. Zijn er ook andere saus? Saus. Iron saw. Ik denk dat ik eerst maar met iron ga proberen. In case het niet werkt. Give me iron. Iron. Right there. Oké, kun je. Ja, dat werkt wel. Oké. That's nice. Werkt het ook voor elk blok? Dat is nog de vraag. Want ik wil graag dat het voor.
dit blok werkt. Let's test it out. Zo. En ja, het werkt. Oké. We maken even een van die. En dat. Hoeveel durability heeft dit ding? Pittig veel. En nu vraag ik me af. Kun je die hier overheen doen? Dat die hem covert, zoals dat ding zegt. Mag ik eerst even een X plussen? Ik ga even kijken of dit werkt en dan zie ik ze meteen weer terug. Ja, dit werkt. Awesome. Dus eigenlijk heb ik nu een soort van draad gehide in hier in dit ding. Dus dan kan ik hier gewoon nu een wire naar deze toe doen, zodat hij automatisch sorteert nadat hij het heeft gekookt. Dat is wel handig. Dus dat ga ik nu even doen. Ik wil deze. Ik wil hem het liefst hieronder doen. Zo. En dan is er een torch op. Dat is niet de bedoeling dat dat weg voetje gaat. Blok. Come back. Like that. Oké. En dan wat je nu kan doen is gewoon dit bij elkaar doen volgens mij. Dan krijg je dat weer. En dan doe je die weer bij elkaar. Dan krijg je de cobblestone slab. En dan krijg je dat. Oké. Dus dat werkt ook gewoon. Dat is mooi. Dan doen we nu met deze. Ik ga het één keer doen. Want dan krijg je toch hartstikke veel van. En dan moeten we nog even zo'n ding maken. Hebben we hier 8. Ja, dat is meer dan genoeg. Dan moeten we weer zo'n node ding maken. Dat is redstone. Ik weet het niet. Stone. Het gebruikt ook stone. Heb ik cobblestone bij me. Fijn dat hij weer naar recipes zoekt. Ik wil deze pakken en hierin doen. Mag dat? Werkt niet. Dat is pittig. Ik ga eens eventjes dit doen. Cobblestone erin. Like that. Kaboom. En daarin. En dat gaat even koken. Mooi zo. Twee is meer dan genoeg. Meer hoef ik niet. En dan heb ik nodig een redstone blok. Right there. Chest daar en een kabel daar. Zo. Wil ik die eigenlijk even op de onderkant hebben. Ja, daar zijn we weer. De storage system is helemaal af. Ik heb ook dit ding geconnect, zodat alles ook werkt. Alleen de backup chest, die werkt nog niet. Dus dat is wel jammer voor de materialen die we hierin koken en die niet hierin komen. Dan blijven ze dus hier in stuk zitten. Dus daarom heb ik dat ook zo gedaan. Dus dan haal ik deze chest even weg. Zo. En dan zijn we klaar met deze kortere episode. Dus ja, ik wil alleen even deze store system maken. En dat wil ik even on camera doen. Dus kleinere episode. Maar is nu alweer afgelopen helaas. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye.